Wow, oké. Ja. Dat is wel next level. Toen ik vertelde aan mijn zus dat ik voor het eerst seks had gehad, haar eerste reactie was, ach, arm Anusje. Dit is Slaapkamerdates, de datingshow die gelijk de slaapkamer induikt. Niet eerst eindeloos chatten op een app, geen eerste afspraak in een fancy restaurant, maar een blind date, gewoon bij je thuis. Hoppa, zo de slaapkamer in. We zijn in Nijmegen bij Iris thuis. Zij zet nog even de puntjes op de i om haar date straks vlekkeloos te laten verlopen. Iris, iemand gelijk ontvangen in je slaapkamer. Wat vind je daar nou van? Het is wel een beetje spannend om iemand gelijk in de slaapkamer te krijgen. Maar aan de andere kant, ik vind het wel heel fijn dat ik gelijk mijn persoonlijke omgeving kan laten zien. Want het is wel gewoon onderdeel van mij. Daar is hij dan, Elvin. Deze hunk uit Emmen heeft alles uit de kast getrokken om een goede indruk te maken. En? Hoe staat het met de zenuwen? Valt nog mee, eigenlijk nog steeds. Ik denk dat het zo nog wel iets heftiger wordt. Want ze zijn er wel natuurlijk. Ik heb er zin in. Nou, dan zal ik jullie niet langer in spanning houden. Have fun met de slaapkamerdate. Ja? Hey. Hoi. Zo, je hebt wel gelijk wat meegenomen. Ja, bijna de hele inboedel. Oké. Hoi, ik ben Elvin. Hoi, Iris. Aangenaam. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Oké, top. Ja, ga lekker zitten. Wil je wat te drinken? Ja, is goed. Ja? Ja. Gewoon een beetje water? Of ja, water. Ja, water. Ja, graag, ja. Water is goed. Toen ik hem binnen zag wandelen, dacht ik wel van, oké, leuke verschijning. Ik vind het wel heel tof dat hij zijn nagels dan heeft gelakt. En ik zag wel gelijk zijn ogen waarvan ik dacht van, wauw, het zijn wel echt mooie, blauwe, heldere ogen. Maar je speelt gitaar trouwens? Of nee. Nee? Oké. Okay. Nee, ik hou wel heel veel van muziek, maar ja. Het is me helaas nooit gelukt om een instrument te bespelen. Nee. Hoe oud ben jij eigenlijk, als ik vragen mag? 32. En jij? 26. Oké. Okay. En wat was je naam ook alweer? Iris. Oké, okay, Iris. Ja, dat is echt erg, maar ik was het meteen weer kwijt. Zo net ook al. Dat was niet erg hoor. Ik ben er ook niet zo heel goed in, dus... Weet mij dan nog wel? Nee. Nee, hè? Oké, nice. Nou, dat gaat lekker. En wij gaan door naar Amersfoort, waar student Wessel zenuwachtig op zijn date wacht. Hoe ga je, Wessel? Gespannen, maar gezonde spanning. Niet vervelende spanning, maar ik heb er zin in. Zul je hem hebben? Tyrone. En hoe ga jij zorgen dat je date als een blok voor je valt? Ik ga gewoon lekker mezelf zijn. Ik ga het zo gezellig mogelijk maken. En maar hopen dat hij het leuk vindt. Daar twijfel ik geen seconde aan. Veel plezier. Hallo. Hi. Hey. Hi. Wessel. Hi, Tyrone. Welkom. Wil je jas aanhouden? Nee, ik doe hem uit. Ja, nou, de deur ging open. Toen dacht ik in ieder geval gelijk al van, oh, dit wordt in ieder geval sowieso wel gezellig. Leuke jongen, vrolijk, sociaal. Ja, was wel een goede indruk. Was je zenuwachtig? Ja, sowieso. Gisteravond al. Ik kon bijna niet slapen. Echt? Ik had gewerkt en daarna heb ik een borreltje gedronken nog met mijn collega's. Denk maar goed ook, want anders had ik ook niet geslapen, denk ik. Snap ik. Dit is ook echt een eerste ervaring voor mij. Ja. En heb je hobby's? Heel veel. Okay. Ja, ik hou van sporten. Ik ben veel met spirituele kennis bezig, weet je wel. Okay. Mede familie is spiritueel. Ah. Dat is ook een ding. Ik zing veel. Goed. Ik dans wel eens. Maar ik ben nergens professioneel in, want mijn interesses liggen op zoveel verschillende dingen. Dat heb ik ook. Ja. Gewoon van alles vind ik iets leuk. Daarom kan ik van alles wel iets, maar ik ben blink nergens in uit. Inderdaad. Precies. Wat zijn jouw hobby's? Ik ben wel benieuwd. Ja, ik heb dus niet zo'n goed rijtje als dat jij hebt, denk ik. Ik sport. 2 keer per week in de sportschool, minimaal. Oké. Okay. Voor de rest alles wat met muziek te maken heeft. En hetzelfde als jij inderdaad, ik zing graag, dans graag, maar ik doe het beide niet super goed. En gewoon staat eigenlijk altijd muziek op. Oh, je hebt een pluisje op je draadje. Nee, dat ga ik... Dat is een jas volgens mij, want die valt half uit elkaar. Ik heb ook zo'n jas. Een jas die ik het meeste draag, maar die valt inderdaad half uit elkaar. Inderdaad, in de trein zag ik ook dat zo'n rode pluis, trok dat ding eruit en het was zo lang. Ik bleef maar trekken. Ik heb geen jas meer aan, ligt die jas daar op de grond. Ja, bijna wel. Ben je een beetje spiritueel? Nou, ik ben daar eigenlijk nooit mee bezig geweest, maar het is me wel vaker aangeraden. Ik vind het zelf heel fijn om te doen en ben ook de laatste tijd wat meer aan het verdiepen in spiritualiteit en zo. Ik vind het heel fijn om wat dingen mee te doen en ik weet niet of je wel eens van een cacao-ceremonie hebt gehoord? Cacao-ceremonie? Ja. Chocola? In chocola, ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, leuk, want ik heb wel iets daarvoor voorbereid. Oké. Ja, dus het zou de eerste keer zijn. Dit is een beetje
een oppepper, net zoals koffie, zeg maar. Alleen het werkt niet op je zenuwstelsel. Sommigen vergelijken het ook wel een beetje met een jointje. Maar dat is voor iedereen. Ja, dus dat is wel leuk om misschien te doen. Ja. Als je dat leuk lijkt. Ja, zeker. Ja, okay. Ja, ik ben benieuwd. Voordat we beginnen met cacao, dan reinig je elkaar soms met salie. Maar ik dacht, misschien is het wel mooi om daar ook even mee te beginnen. Het rookt best wel. Ja. Dus dan mag je gewoon even je ogen dicht doen. Oké. Okay. En mag je het zelf voor mij doen. Oké. Okay. En dan... En dan draai ik me om. Ja. Ja, en dan kan je weer van boven naar beneden. Oké. Okay. Ja, ben ik gereinigd? Ja. Ja? Ja. Thanks. Ik zou zeggen cheers. Wow. Ruikt inderdaad goed. En dan even de slok nemen en dan even beseffen. Het is best wel sterk. Ja. Dus je zal het wel, wel merken. Ja? Ja? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het in ieder geval niet vies. Nee, dat nee, sowieso. Okay. Ja, het trekt zo een beetje zo je mond. Ja. Ja, ik denk dat het wel te merken trouwens. Ja? Ja. Ik merk hem wel in ieder geval, ja. Cacao is geen drugs, maar we zijn alle twee wel een beetje high van een cacao. Zo. Je mag ook nog wat water nemen, hè? Dat ja, ik ga even wel, ja. Po, dat was wel zwaar op de maag ook. Dat ging wel lekker, ja. Die is zo intens. Ben je nooit een keer misselijk van geworden? Want, Ik ben er niet echt misselijk van geworden. Nooit eigenlijk. Oké. Okay. Nee, maar het ligt ook wel aan wat je hebt gegeten. Ja, niet veel. Nee. Nee, dus ik heb wel wat gegeten, maar ja. Wat is jouw zodiac sign? Wat denk je? Leo? Nee. Vissen? Nee. Ik schaam me altijd als ik hem moet checken, maar mensen checken altijd. Gemini. Ja. Als je dat al zegt, dan weet ik precies welke. Okay. Dit is de standaard reactie mensen, dat ik het wel gewoon normaal zeg. Ik zeg Gemini, zeg, oeh. Wat is jouw sterrenbeeld? Waterman. Dat is een hele goede combinatie met Gemini toevallig. Ja. Oh, een van de beste. Oké, gaat het goed komen met me of niet? Ja, je hebt zeg maar de kaart gekregen van echtgenoten. En dat is wel grappig, want je hebt hier ook de geliefdes. Mm-hmm. Dus het is wel een love reading. Maar je hebt ook de maan. Dat is onzekerheden. Dat je zeg maar een beetje op pauze staat en dat je maar hoopt voor het beste, weet je wel? Ik vond het wel leuk dat hij dat mee had gebracht. Ik gaf wel aan dat dat echt wel iets is wat hij vanuit huis heeft meegekregen, spirituele. En ja, wat eruit komt was verbazingwekkend accuraat. En het is niet... Oh. Dit is de koningin van cups. Dat is zeg maar het emotionele gebied van jou. Dat je echt op een hoog niveau ervan zit, dat je weet hoe je daarmee om moet gaan. Dat is wel wat ik vaak hoor. Als ik in een nieuwe groep kom, ben ik heel druk. Maar als ik een tijdje langer in de groep zit, dan ben ik juist, eigenlijk heb ik vooral oog voor de mensen die wat stiller zijn. Okay. Wat meer op de achtergrond. Dat is wat ook dit ook betekent, toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Wel echt heel interessant. En piercings, ja, neuspiercing. Ja, ik heb een tijdje in mijn oor gehad, die is hier. Die is alweer uit. En ik heb een tekenpiercing. Ja, ik twee. Ja? Ja, ja. Nice. Ja, één. Oh ja. De andere is twee. Heb je ze alle twee tegelijkertijd laten zetten? Ja. En heb je eigenlijk altijd een haarband om? Of? Ja, en eigenlijk is het voortgekomen uit dat ik wou lang haar. Ja. Ik was altijd bang wat de rest van de wereld daarvan zou vinden als ik lang haar zou hebben. Oh. Dat had ik als kind heel erg, dus ik had het nooit lang. En op een gegeven moment ging dat haar dan voor mijn ogen hangen. En vooral als ik 's ochtends wakker werd, daar werd ik zo chagrijnig van. En daarvoor heb ik die haarbanden in. En films of zo? Ja, films vind ik wel leuk. Ik had laatst ook zo'n momenten dat ik wel zin had om in mijn eentje naar Barbie te gaan. Ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Ja. Het lijkt me heel leuk. Ja. Ja, we hebben net over de film Barbie gehad. En ik dacht, misschien is het toch wel leuk om vanavond daar misschien samen naartoe te gaan. Maar ik weet niet of hij dat ook leuk zou vinden. Ik weet niet of het is opgevallen, maar ik heb dus geen televisie. Oh ja, dat was me nog helemaal niet opgevallen, want dat is voor mij doodnormaal. Want ik heb het zelf ook niet gezien. Oh, echt? Ja. Oh, nice. Ja, ja oké, okay, chill. Ja, nee, ik hou daar ook echt niet van. Ik vind het wel gewoon heel lief en oprecht. Dus het ging gewoon heel goed. Ik ben wel benieuwd eigenlijk nog of je nog iets gaat spelen. Oh ja, zal ik dat dan gewoon maar eens even een keer doen voor de verandering, ja? Wow, oké. Okay. Ja. Dit is wel next level. Ja. Ja. Zou dat door het cacao drankje komen? Dat ik nou gewoon wel... ik weet het niet. Ja, dat denk ik wel hoor. Ja, daar word je ook altijd een beetje lacherig van. Dat is helemaal niet erg. Nee.
Ja, de gitaar was wel, dat was wel echt een goede move. Ik vond het wel echt heel tof. Toen die haar los hoorde, toen dacht ik wel, oké, I like this. Oké. Mooie reactie. Ja, ja. Ja, lijkt wel. Ik ben wel benieuwd hoe die avond. Ja, vet. Nice. Oké, maar jij kwam wel het echte werk natuurlijk. Kijk waar ik ben. Leuk. Ja, het is echt wel heel leuk. Ik had het heel anders verwacht. Dit is een beetje je type. Hoe is hij? Het is wel anders dan normaal mijn type, maar hij is wel heel leuk. Ik ga weer hangen. Doei. Doei. Zo, wat is dit? Het valt me. Het is niet heel uitgebreid. Dit is voor mij wel fancy hoor. Ja, en ik had dus wijn, maar je houdt niet van wijn, dus... Ik kan het wel proberen. Ja? Ja. Proost. Proost. Op een gezellige date. Inderdaad. Ik vind het niet heel vies of zo. Niet heel vies. Nee, ja. Maar ik vind het niet vies. Maar ook niet heel lekker, weet je wel. Ik vind het prima. Maar je hoeft het niet. Ik vind het prima, maar het heeft ook niet echt een zoete smaak. Nee, maar het is ook niet zoet. Weet je wel? het is droog. Ja, maar hoe is het droog als het liquid is eigenlijk? Wat is de logica daarvan? Die droogte komt in principe vaak van... Of tannines, of dat er weinig suiker in zit, of het kan heel veel verschillende dingen zijn. Een leuke cactus heb je ook. Het heeft een beetje een grappige vorm. Het is nog wel een suggestieve vorm. Heb je hem daarom ook gekocht? Of? Nee. Sterker nog, toen ik hem kocht was het alleen deze. En die twee balletjes zijn aan het groeien. Maar het is nu omdat het koud is, want... Nu wordt het helemaal fout. Dit is niet wat ik wilde zeggen. Nu omdat die koud is, is hij wat kleiner. Ja, zus was ook van het gezin de eerste waar ik op tegenover uit de kast kwam. Was wel heel schattig eigenlijk. Maar ze is wel... Toen ik vertelde dat... Volgens mij heb mijn ouders dit wel verteld, dus mogen weten. Toen ik vertelde aan mijn zus dat ik voor het eerst seks had gehad... Haar eerste reactie was, ach, arm Anusje. Dat is haar eerste reactie en ik vergeef haar nog steeds niet. Is dat voor een reactie? Oh nee. Dat is gewoon... Ze is echt arm Anusje. Ja. Ik vertel zoiets. Maar wat als het alleen voorspel was of zo, weet je wel? She doesn't care. Zij denkt gewoon, oh. Ja. Dus, ik vertel haar niks meer. Dat is niet noodzakelijk. Ik bedoel, je hebt genoeg andere dingen wat je kan doen. Er zijn opties. Opties, true. Ja. Dankjewel. Kijk eens. Het ziet er ook gewoon vet mooi uit. Ja? Ja. Nou, mooi. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Wow. Echt goed. Ja. Ja? Ja. Nou. Ja, het gaat wel goed volgens mij. Dus ik heb wel het idee dat het in ieder geval gezellig is en dat er gewoon een goede vibe hangt. Ik voel me wel een beetje aangetrokken tot hem, ja. Ja, als ik dan iets ga maken, dan wil ik natuurlijk wel echt iets maken waarvan ik denk, ja, dat kan ik echt maken. En dan gaat het waarschijnlijk wel in de smaak van. Ja. Maar je had het net over de film Barbie. Die lijkt je wel leuk dus. Ja. Dus heb je vanavond al plannen? Ja, ik ga straks wel naar huis rijden, denk ik, ja. Oké. Ah, nee. Het leek zo goed te gaan. De slaapkamerdate is afgelopen. Elvin, wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel gezellig. Mm-hmm. Alleen, ik voel toch de aantrekkingskracht niet echt of zo, zeg maar. Okay. Dat heb ik een beetje, dus... Ik kan er best beter eerlijk over zijn. Nee, zeker. Ja. Alleen maar goed. En wat vind jij ervan dan? Ja, ik vond het ook heel gezellig. Ja. Ik voelde wel wat aantrekkingskracht, maar ik had het wel leuk gevonden om misschien nog even naar de film te gaan. Maar ik vind het ook hartstikke goed dat je gewoon lekker aangeeft dat het gewoon goed is. Ja. Dus dat is helemaal prima. En het was gewoon een leuke ervaring. Ja. Dat sowieso. Ja. Hey, was gezellig. Ja, dat vond ik ook. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Helaas voor Iris is Elvin niet de Ken waar ze op hoopte. Hoe voel je je erbij? Hij is niet mijn Ken, man. Nee. Dus ja, dat is ook oké. En als dat dan niet is, dan vind ik ook niet dat ik het geforceerd moet worden. Dan ga ik ook niet dat doen. Boys, ook jullie slaapkamerdate is afgelopen. Blijven jullie samen slapen? Blijven jullie samen slapen? Mag jij eerst antwoorden? Nou ja, dan zie ik niks erbij in mijn hoofd.
Als ik spullen bij hem had, was ik wel blijven slapen. Ah, oké. Okay. Nee, ik... Je zou wel mogen blijven slapen. Ik ga nog wel een keer willen afspreken. Ik zou nog wel een keer willen afspreken. En ik mag denk ik misschien ook wel je nummer. Ja, tuurlijk. Dus dan kunnen we nog wel een keertje afspreken. Yes. Dat was gezellig. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ja, dat vond ik en leuk. En we gaan elkaar nog sowieso zien. Ja. Wil jij nou ook een slaapkamerdate? Geef je dan op via kandidaat@poont.tv. Bedankt voor het kijken en tot de volgende date.